Nou, ze zit lekker rustig. Ze gaat misschien wel eventjes slapen. Lammetjesdag dit weekend in Gewanden. En u kunt dus kijken naar dit lammetje, maar nog naar 60 andere lammetjes die hier de afgelopen weken zijn geboren. Onder meer koeien kunt u ook hier zien en met name ook koe melken, maar dat is een kunstkoe. Nou, lammetjes, dat heeft natuurlijk alles met de lente te maken en het lentegevoel. Wij gaan dat gevoel eventjes peilen. Je heeft er al veel, zag ik. Ja, 60 hebben we al. Ja. 60 lammetjes lopen er al rond. Dus het begint te komen. De helft heeft gelammerd, ongeveer. Oké, dus zouden er rond de 120 moeten worden dan? Dat moet lukken. Dat moet lukken. Heeft u dat ook, inderdaad, als de lammetjes komen, dat u denkt van, oh, de lente komt eraan? Ja, heerlijk. De zon begint te schijnen. Krijgen we weer het voorjaar. Echt weer een andere fase op de boerderij ook. Hoe legt u ze uit? Andere fase op de boerderij? Het vee gaat dan op een gegeven moment allemaal weer naar buiten. Daar kijken ze ook weer erg naar uit. En wij hebben toch weer heel andere dingen. Je gaat weer naar het weiland kijken. Je moet weer naar huis halen, want er is een kalfje geboren. En weer hele andere dingen. Dan gaat gras groeien. Dat is heel belangrijk. Voer voor de koeien en de schapen. Ja, dat merkt je ook, dat het vee inderdaad uitkijkt om weer naar buiten te gaan. Ja, als wij achter bezig zijn en de zon schijnt en dan is het maar, komen ze allemaal al kijken van, zouden we nog niet mogen? Ja, dat klopt. Ja, moeten niet te veel rommelen door, want dan beginnen ze meteen te loeien. Mogen we naar buiten? Ja, dat merkt u aan het loeien van de koeien en aan de blerren van de schapen misschien ook? Ja, schapen misschien niet zo erg, want die schapen zijn maar 2 maanden per jaar binnen, dus die lopen heel lang buiten. Ja. Heeft u 60 lammetjes, hè? Lammetjes zijn altijd heel vertederend, hè? Is dat voor u ook nog steeds zo? Ja, steeds zo. Ja, die hele kleintjes zo, dat is echt wel iets van, heel mooi. En ook hoe moeder met die schaapjes bezig is, van, ja, dat is zeker. Hoe moeder met schaapjes bezig is? Ja, hoe bezorgd en hoe vertederd en zorgt dat ze melk krijgen. En het is een heel mooi stukje natuur, waar je van heel kort bij meemaakt. Je kunt als stoere man ook genieten van die schaapjes en met name de lammetjes? Ja, zeker. Ja. Dan worden die lammetjes in de lente geboren, hè? Dat zegt men altijd, maar dat kun je zelf toch ook een beetje regelen, of niet? Ja, er zijn bedrijven die hebben al... er zijn bedrijven die laten de schapen 3 keren lammeren in de 2 jaar. Dus die doen 1 keer extra. Maar dat doen ze wel dus... opwekken, zou ik zeggen. Dat is niet natuurlijk. Ik begrijp dat u een speciale datum heeft wanneer het gebeurt, zou ik maar zeggen. Ja, bij ons is 4 oktober Dierendag. Dan mag de ram bij de schapen. Ja. Ja, en dan komen dus die kleintjes. En dan is dat dan ook zo'n beetje uitgeteld dat rond deze tijd allemaal gaat gebeuren. Dat ze dan geboren worden. Ja. Eind februari, begin maart komen ze dan. De eerste. Lammetjesdag, dat organiseert u komend weekend, hè? Wat is dat? Wat gebeurt er hier dan? Op de boerderij is het dan open dag. Kinderen kunnen bij de schaapjes komen. Aaien, knuffelen, wat rondkijken. Verder kunnen ze rondkijken in de koeienstal. Daar is ook van alles te doen. Ze kunnen zelfs op een pony rijden nog. Op het hooi spelen. Knutselen wat er gebeurt. Een beetje in de sfeer van de koeien en de schapen. Met schapenwol. Er worden schapen geschoren. Er is een demonstratie met ganzen en bordenkoddinghonden. En zo doen we van alles om een beetje wat leuke dingen te organiseren. En dan met mooi weer gaat dat zeker lukken. De Lammetjesdag is dus komend weekende in Gewanden. Zaterdag en zondag van 11 uur tot 4:30.